Eregast van de zesde Marlboro Masters was uiteraard de winnaar van 93, Jos Verstappen. Uitgerukt met een complete ploeg van Walkinshaw Racing rijdt hij een aantal demonstratieronden met de Footwork Hard. Voor het eerst in het openbaar voorzien van de nieuwe Bridgestone banden. Hoe gaat het met die banden en waarom rijden we ermee? Waarom rijden we ermee? Ten eerste omdat Goodyear geen banden ter beschikking stelde aan het team. En ten tweede omdat het team heeft een contract met Bridgestone getekend. En vandaar dat we op Bridgestone banden staan. En ook om het zo ver mogelijk door te ontwikkelen om zo goed mogelijke banden te krijgen. Ja, we zitten midden in het seizoen. Kijk heel even naar 97. Roep eens wat. Nou ja, ik kijk zeker vooruit naar 97. Maar ik weet zelf nog niet waar je naartoe kan gaan. Ik heb een paar opties om goed te bekijken. Maar dit team kan volgend jaar ook goed worden. Dus van waar zouden we veranderen? Maar het is allemaal nog open. Ik heb niks getekend. Dus we moeten hard aan het werk de komende maanden. Genieten, hè, als een ster hier vandaag. Ja, tuurlijk. En ik denk dat het straks nog veel leuker wordt. Er staan nog meer mensen op het tribune. Maar dat wordt gegarandeerd een heel leuk festijn. Terwijl Jos zich prepareert, kunnen we u melden dat hij een aanval zal doen op het ronde record. Dat sinds 93 in handen is van Jan Lammers met de Leighton House. Een poging vorig jaar van Luca Bordoer met een 1 jaar oude Ferrari mislukte. Bij de training waarvan u zometeen beelden ziet, kwam Jos krap onder de 54 seconden uit, maar met een iets te harde bandencompound. Het publiek was evengoed enthousiast. Maar gaat het hem zomereen voor 85.000 toeschouwers lukken het ronde record te pakken? De mensen gaan aan de kant. De motor van Verstappen wordt gestart. Dan gaan die kleine bokjes onder de auto vandaan. De auto wordt de laatste bodywork delen die erop gaan. Dan duwen ze de auto de pits uit. Hier schakelt Jos hem dan in zijn eerste versnelling en rijdt hij de pitstraat uit. Waar hij aan het einde van de pitstraat al een snelheid haalt van over de 210 km per uur. Je geeft zo'n man 1 keer niet een knopje dat hij niet harder mag dan 80 in de pitstraat en het is meteen 210. Verstappen. 52-405 werd er gereden op 2 augustus 1992 door Jan Lammers met zijn March Ilmor. Een auto toen nog met een 3,5 liter motor. Maar ook een auto die inmiddels alweer 4 jaar oud is. En de technologie in de Formule 1 staat helemaal niet stil. Ieder jaar wordt er harder gereden, worden er weer andere dingen ontdekt. En ook met Verstappen. Eerste vliegende ronde nadat hij bijna 7 minuten heeft stilgestaan is. 51.864. Goedemiddag. Nou, dat rondrecord is hij kwijt. Jan Lammers die in de pitstraat staat te kijken. De eerste vliegende ronde van Verstappen op nieuwe banden is meteen een verbetering van het baanrecord van Jan Lammers met zo'n 1/16 van een seconde. De gemiddelde snelheid van de ronde van Jos Verstappen, waarmee hij het baanrecord brak en waarvoor de hele tribune nu een daverend applaus geeft, was 177 km per uur gemiddeld. Hij staat op het rechte stuk. De mensen moedigen hem aan. Ja, en laat ik nou denken dat er nu toch gewoon een heleboel rook van die auto gaat komen dadelijk. Hij schakelt zijn eerste versnelling in. Op de toerenbegrenzer van 13.800 toeren trekt Verstappen een rubberspoor van ongeveer een 75 meter. En maakt die, je zou bijna zeggen, een vliegende start. Maar wat een mooie demonstratie was dit. De nieuwe houder van het baanrecord in Zandvoort, het absolute baanrecord, rijdt de pits in, wordt ontvangen met een daverend applaus. De nieuwe time to beat, zoals het is 51.684. En dat moet het zijn
Volgend jaar een nieuwe Marlboro Masters en een nieuwe recordpoging. Tot dan.